Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Voordat ik verder ga, wil ik iedereen even vragen om je hierboven even te abonneren. En heb je nou een vraag, stel hem even in de reacties en dan gaan wij voor jou aan de slag. Vandaag ga ik laten zien hoe je je prachtige, mooie, dure, suede schoenen volledig vlekvrij kan maken zonder ook maar één schoonmaakmiddeltje te gebruiken. Maar dat ga ik je vertellen na dit. Nou, zoals je kan zien heb ik mijn allermooiste schoenen uit de kast getrokken. Nu is er alleen een klein probleempje aan. Er zitten hier aan de zijkant zitten wat vlekjes. Nu wordt er bij Suede heel erg afgeraden om het in de wasmachine te stoppen. Dus hoe ik dit ga oplossen is met een nagelveldje. Dat is hartstikke makkelijk. Je zet het nagelveldje gewoon op de vlek neer. Op je Suede schoenen. En dan haalt het heel langzaam huid eroverheen. Op deze manier zal je de vlekken als sneeuw voor de zon zullen uit je schoen trekken. En zullen ze er dus zo goed als nieuw uitzien. Herhaal dit een seconde of 30. Of net zo lang tot de vlek eruit is. En dan kan je weer op pad alsof je net nieuwe schoenen hebt. Dat vinden we allemaal natuurlijk hartstikke leuk. Weten dan dit kan gewoon niet. Deze tip werkt eigenlijk alleen maar op suede schoenen. Dus ga niet met een nagelveldje over je sportschoenen of over andere schoenen heen krassen. Want daar maak je het alleen maar kapot mee. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet je niet te abonneren. Geef even een duimpje omhoog. En laat ons weten nogmaals in de reacties of jij een vraag hebt. Dan gaan wij namelijk voor jou aan de slag. Ik zie je de volgende keer. Dat is handig.